Een van de meest gestelde vragen in de klas is: hoe maak ik in hemelsnaam een mooie grafiek van mijn meetgegevens? En daarvoor gebruiken we het programma Excel. En ik ga jullie het laten zien met Excel 2010. Ik heb hier openstaan het werkblad. Ik heb voor mezelf eventjes boven de klommen gezet welke grootheden ik daar ga weergeven. Ik heb een meting gedaan aan een veer. En ik heb gemeten hoe lang de veer wordt bij verschillende krachten die ik op de veer uitoefen. Ik ga de meetgegevens invoeren. En hierbij is het van belang dat je een komma gebruikt om decimale getallen aan te geven en geen punt. Wat gebeurt er namelijk als je een punt zou invoeren? Ik zal het hier doen en dan kun je het ook meteen zien. Als je een punt gebruikt, dan komt het getalletje aan de linkerkant staan van de kolom. En de linkerkant van de kolom wil zeggen dat Excel het niet herkent als een cijfer, maar als een tekst. Nu kan hij met teksten, kan hij geen grafiekjes maken. Dus je moet ervoor zorgen dat jouw cijfers altijd mooi aan de rechterkant van de kolom komen. En dat doe je door komma's te gebruiken. Ik heb het hier even gedaan met al mijn meetresultaten. Ik heb mooi twee kolommetjes met de kracht tegen de lengte. Nu wordt het tijd om een grafiek te gaan maken en dat gaan we als volgt doen. We gaan naar invoegen en dan krijgen we hier een aantal keuzes wat voor soort grafiek we willen maken. Nu geldt het bij zowel scheikunde, biologie als natuurkunde dat we eigenlijk altijd spreiding gebruiken. Als we spreiding aanklikken dan krijgen we een deelmenu. We kunnen kiezen uit verschillende opties. Zorg ervoor dat je altijd je meetgegevens, je meetpunten zichtbaar maakt en zorg er ook voor dat Excel niet zelf een of andere prutslijn er doorheen gaat trekken. Dus wij pakken eigenlijk altijd standaard deze waarde. Dan krijgen we hier onze lege grafiekgebied. En nu moeten we nog tegen Excel gaan zeggen welke meetwaarde we willen uitzetten. Dat doen we door op de rechter muisknop te klikken. Dan krijgen we dit menu. We kiezen gegevens selecteren. En wij gaan zeggen, we gaan toevoegen een reeks. En als je een reeks toevoegt, dan moet je even aangeven. Je kunt de reeksnaam kun je een titel geven. Dat is vooral handig als je meerdere lijnen in één grafiek wil zichtbaar maken. Maar we moeten aangeven waar onze x-waarden en waar onze y-waarden staan in het werkblad. En dat kun je gewoon met slepen doen. Met de y-waarden is iets geks, want je moet eerst die is-1 weghalen en dan pas slepen. Anders werkt het niet. En zo hebben we onze gegevens gesleept. Twee keer op oké. En we hebben hier onze grafiek. Zijn we nu al tevreden? Nou, ik hoop het niet, want we zijn nog niet helemaal klaar. De grafiek die mist bijvoorbeeld wat. Hij mist een titel op de x en een titel op de y-as. Nu kunnen we hierboven bij grafiekindeling kiezen hoe we onze grafiek uit willen hebben zien. Nou, ik zal verschillende kiezen. Deze is niet zo mooi, want die heeft geen rasterlijnen. Deze zou je kunnen kiezen, maar die is een beetje saai. Laten wij voor deze gaan. Ik heb mooie x en y rasterlijnen. Ik heb twee astitels. Hoe werken de astitels? Nou, dat gaat heel simpel. Je klikt gewoon op de tekst en dan opent het tekstblokje zich. En deze tekst kun je dan vervangen bijvoorbeeld door de grootheid die we hier gemeten hebben. Nou, in dit geval was dat kracht. En op de y-as de lengte van de veer. Lengte. Zorg ervoor dat je nu wel de eenheden erbij zet, want dit plaatje komt wel in jouw verslag. En dan moet het natuurlijk wel picobello in orde zijn met grootheden en eenheden. Hoe kunnen we dit nog verder verbeteren? Nou, we zouden hier nog bijvoorbeeld ruimte kunnen besparen, omdat deze legenda in deze situatie een beetje overbodig is. Als we de legenda weghalen, dan krijgen we een veel groter gebied die we gebruiken voor onze grafiek. Een veel gemaakte fout is dat we een grafiek weergeven waarbij we eigenlijk de hele ruimte die we hebben voor de grafiek niet gebruiken. In deze situatie is dat ook. Onze meetwaarden liggen eigenlijk op de y-as tussen ongeveer 7 en 16. Maar wij geven de hele grafiek van 0 tot 18 centimeter. En dat is natuurlijk zonde van de ruimte. In dit stuk gebeurt helemaal niks. Dat kunnen we vrij eenvoudig aanpassen. Je gaat op een cijfer staan op de y-as. Dubbelklikken met je linker muisknop. Dan opent zich een ander menutje. En hier kunnen we op de asopties aangeven waar we willen dat de as begint. En we willen bijvoorbeeld dat die bij een waarde van 7 begint. En bij een waarde van 16 eindigt. We weten zeker dat al onze meetwaarden daartussen liggen. Dus dan krijgen we een mooie gevulde grafiek. Even kijken of dat klopt. Dat klopt en je ziet we zijn zo goed als klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is een mooie grafieklijn hier door de punten trekken. Een grafieklijn die aangeeft het verband tussen de kracht en de lengte. Als we deze grafiek zo zien dan lijkt het toch wel erg duidelijk dat het een lineair verband is. Dus we moeten hier nog een rechte lijn doorheen trekken. Hoe doen we dat? Nou, er zijn verschillende opties voor. Optie 1 is het volgende. We moeten dit namelijk, deze grafiek, kopiëren naar Word. Ik heb hier al een Word bestandje openstaan.
Je kunt gewoon rechtstreeks kopiëren plakken en dan krijgen we de grafiek. In Word kunnen we heel makkelijk dingen invoegen, zoals ook bijvoorbeeld de rechte lijn. Die rechte lijn kun je hier kiezen. En dan kun je zelf op het gevoel een rechte lijn trekken die zo gaat dat er ongeveer evenveel meetpunten boven als eronder liggen. En als je tevreden bent, dan laat je het zoals het is. En dan heb je een mooie verband getrokken in jouw grafiek. Nu zul je denken, ja maar wacht eens eventjes. Wat als ik te maken heb met een grafiek die niet een rechte lijn weergeeft, maar bijvoorbeeld, zoals in dit geval, een kwadratisch verband. Nou, geen paniek. In dat geval kun je altijd gewoon het meest simpele doen. Dat is namelijk je Word-verslag uitprinten en daarna met potlood netjes met de hand jouw grafieklijn er doorheen trekken. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Maar er is nog een derde manier en daarvoor gaan we even terug naar Excel. En die derde manier is dat je tegen Excel zegt, ik wil dat jij een goede lijn door mijn meetwaarde tekent. En dat doe je als volgt. Je gaat op één van je meetpunten staan en je tikt op de rechter muisknop. En dan krijg je dit minuutje en je kunt in het minuutje kiezen voor trendlijn toevoegen. Het minuutje voor het trendlijn toevoegen ziet er vrij wiskundig uit. Je kunt verschillende soorten lijnen tekenen. Ga er nu vanuit dat wanneer je deze functie gebruikt, je hem alleen gebruikt wanneer je een rechte lijn wilt tekenen, lineair. Want bij alle andere opties is het maar heel erg de vraag of je wel snapt wat je aan het doen bent. Nu willen we ook een rechte lijn tekenen, dus dat komt er goed uit. Door lineair te kiezen zeggen we tegen Excel, teken zelf hier nou een mooie rechte lijn doorheen. En dat doet Excel met behulp van wiskundige formules. Dus die rechte lijn die klopt ook altijd. Je kunt nog een paar dingen aangeven als je dat van belang vindt. Wanneer je zeker weet dat het snijpunt door de oorsprong gaat of door een ander punt op de y-as, dan kun je dat hier aangeven. Nu is dat bij ons niet het geval. Maar soms is het ook nog eens handig om optie 2 in te schakelen. Want dan krijg je in je grafiek de vergelijking van de lijn die je hebt getrokken. Nou, laat ik die eventjes kiezen. Dan krijgen we hier deze lijn getrokken door Excel. En we hebben ook de vergelijking te pakken. En de vergelijking vertelt ons dat de richtingscoëfficiënt, oftewel het hellingsgetal, 1,78, afgerond 1,8 is. En dat het snijpunt met de y-as ligt op 7,4 centimeter.